de bemanning was doodsbenauwd. Rallycross-wedstrijden worden overal ter wereld gehouden. En soms komen de auto's iets te dicht bij de camera's in de buurt. Zowel de coureurs als de cameraman kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. In Oostenrijk komen een paar auto's in botsing en raken uitgeschakeld. Coureur Michael Jernberg is niet te spreken over de tactiek van zijn rivaal en maakt hem dat wel even duidelijk. Coureur Jan-Arthur Iverson vliegt een paar keer over de kop in deze Belgische rally, maar hij raakt niet gewond. Op het Europees kampioenschap in Noorwegen is de auto van Bert Broden na een harde botsing totaal los. Maar hij brengt het er ook heel uit vanaf. In Groot-Brittannië maakt coureur Will Gollop een flinke smak. En zijn auto vliegt in brand. Gollop komt strompelend uit het wrak. Hij wordt verpleegd, maar loopt dan op eigen kracht naar de ambulance. We zijn nog steeds in Engeland. We zien deze race door de ogen van Barry McKeegan. Hij vertelt wat er gebeurde. I turned in. Three quarters of a car length in front of Steve Easton. At that stage, it was more than that. Steve just left his braking too late, made contact with me on the back right corner of the car, and that was enough to put me over. En hier zien we hoe het is om over de kop te slaan. Zijn auto rolt een paar keer om. Maar ondanks alles kan hij nog zelf uit de auto stappen. Hockenheim, Duitsland. We zijn bij de jaarlijkse Superbike kampioenschappen. Superbike is van een tweede rang sport uitgegroeid tot een gerespecteerde tak van de motorsport. Bij zulke hoge snelheden is de kans op ongelukken groot. And he brought Malcolm Campbell down too. Well, that really was very sad. Both men down. And I don't think either of them can get back into the race. Hier ziet u dat Rob Phillips zijn evenwicht verliest. En even later gaan hij en Malcolm Campbell onderuit. Gelukkig raakten ze geen van beiden ernstig gewond. Maar de kans om de wedstrijd te winnen was natuurlijk verkeken. Een andere race op het circuit in Hockenheim levert angstige momenten op voor de Oostenrijker Andy Macklo. In een bocht raakt Macklo de macht over het stuur kwijt. Hij slaat tegen de strobalen en raakt buiten westen. De racers gebaren dat de anderen vaart moeten minderen. Opruimers rennen de baan op om de brokstukken weg te halen. Als hij bijkomt, loopt Macklo nog wat onvast op zijn benen naar een veilige plek langs het circuit. In slow motion ziet u nog eens goed wat een harde smak Macklo maakt als hij onderuit gaat. Het is verbazingwekkend dat hij ongedeerd is.